Hallo, dag liefste vis, welkom. Mijn naam is Gail en vandaag zal ik een lezing voor jullie doen met betrekking tot de energie van de komende weken eigenlijk wel. Waarom zeg ik komende weken? Ik begin altijd heel graag mijn lezing met wat astrologische achtergrond. Ik denk dat dat eventueel wel van belang kan zijn voor jullie. En daarna hop ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Maar deze week had ik heel graag gehad over iets specifieks, een mooie transit. Het is een transit voor een paar weken, vandaar dat de lezing ook gekoppeld zal zijn voor een paar weken. Ten eerste wat jullie nog moeten weten, weet dat deze lezing goed is voor zowel vis in ascendant als zonteken als ook maanteken. En dat gezegd zijnde, voor de vissen die deze week verjaardag hebben, gelukkige verjaardag. Goed, we duiken er even in. Afgelopen maandag hebben we een heel mooie transit gehad. En ik denk dat de meeste mensen onder ons blij zullen zijn met die transit. Het is de planeet Venus die in jouw teken is komen staan, liefste vis. Dus eigenlijk vanaf de 11e, vanaf maandag 11 maart tot en met 5 april, dus de komende ja, ongeveer drietal weken, staat Venus in jouw teken. Dat brengt wel mooie energie met zich mee. En ik wil daar eventjes kijken wat dit allemaal voor ons algemeen betekent. En dan specifiek ook voor jou, liefste vis. Nu, planeet Venus. Planeet van algemeen de liefde, van schoonheid, van harmonie, van balans, van elegantie, van luxe, van creativiteit, van sociaal zijn. Die planeet staat in jouw teken. Nu, weet, de komende periode komen we ook in een eclipsperiode. De volgende video's zullen daar al veel duiding over geven. Een paar video's geleden heb ik daar ook een uitleg over gegeven over de eerste maansverduistering. Venus in jouw teken zal daar veel mee te maken hebben. Die is een aanwezige factor in die eclips. Dus het is eigenlijk wel belangrijk wat ik vandaag kom te vertellen tegen jullie. Ten allereerste moet je weten, deze periode zal jou meer grotere inzichten brengen. Inzichten naar jouzelf toe, maar ook naar jouw relaties toe. En bepaalde relaties kunnen daardoor gaan veranderen, als het ware, en ook transformeren. Je kunt ook meer soort zielsverbonden contracten gaan, of contacten toch tenminste, een contact is ook een contract, gaan aantrekken in jouw leven. Dus mensen die als het ware wat dichter passen bij jou, waar dat je echt een zielsconnectie mee hebt. Kijk, Venus komt eigenlijk uit het teken van Waterman, een teken die voor jou staat. En Venus en Waterman is niet zo'n goede combinatie. Dat maakt eigenlijk ervoor dat we meer teruggetrokken zijn in onze emoties, dat we willen alleen zijn. Dat kan explosievere emoties met zich meebrengen, ook door de heersende planeet Uranus van Waterman. Dus vandaar dat ik zeg, we zijn heel blij, ik alvast ook, ik ben heel blij voor iedereen dat we nu in een zachtere periode komen. Hè. Want eigenlijk in het Engels zeggen we altijd, als Venus in vis staat, dan is de planeet Venus exalted. Planeet Venus voelt zich heel goed in het teken van jouw vis. Hè? Dus daardoor kunnen we mooie energetische energieën hebben. Mooi gebalanceerde energieën tenminste. Ik denk gewoon de vorige periode. Ja, ik zeg het in Waterman. Dat kan een beetje ja, reflectie hebben gehad op jouw relaties. Ik denk dat bepaalde relaties kunnen daardoor wat moeilijker geweest zijn. Je kunt bepaalde zaken ontdekt hebben. Bijvoorbeeld bij u in uw romantische relatie, maar ook met gewone mensen rond u, op uw werk bijvoorbeeld. Kan wat opschudding met zich meegebracht hebben. Kan wat rebellie ook met zich meegebracht hebben. Maar dit staat te veranderen. We zullen algemeen allemaal wat terug liefdevoller worden voor elkaar. En ook naar de wereld toe. Ik hoop ook op mondiaal vlak dat alles wat zachter zal komen. Nu, Venus heeft wel een bepaalde impact, maar er zijn heel wat andere planeten nog die een impact hebben op ons bestaan. Dus ik ga me daar verder nu niet over uitspreken. Maar weet wel voor jezelf dat bepaalde blokkages die je kon gehad hebben in relaties, dat het nu als het ware kan opgelift worden. Dus ik zie het ook als een zeer creatieve energie die er nu momenteel aan komt. En het kan zijn dat je echt wel zelfs een boost kunt ervaren
op creatief vlak. Hè. Jouw gevoelens in het algemeen zullen ook een bepaalde boost krijgen. Dus als het ware een liefdesboost. Hè. Waardoor dat je ook meer vergevingsgezind kunt zijn naar je partner, naar je familieleden, naar je kinderen, naar je collega's toe, naar je vrienden, noem maar op. En meer medeleven ook kunt ervaren de komende 3 weken die eraan komen. Voor wie het de voorbije maand eventueel moeilijk heeft gehad in zijn of haar relaties, dan zal Venus nu veel meer zalvende energie met zich mee gaan brengen. Ik denk als het ware bepaalde relaties dat je terug zult kunnen samenkomen indien dat je even een moeilijkere periode hebt gehad. Dat je terug op hetzelfde niveau als het ware kunt geraken indien jij dit wenst, is. Nu, bij elke transit is er ook helaas een schaduwzijde. En deze schaduwzijde is ergens, kan wat soort van teleurstelling in de liefde gaan opwekken. Heb jij geen liefde momenteel in jouw leven, dan kan het zijn dat je wat nostalgisch kan voelen. Dat je als het ware het gevoel kunt hebben van, ik heb niet de juiste liefde of ik ben helemaal alleen. Dat is dan die schaduwzijde. Of algemeen verlangens naar de perfecte liefde kunnen ook naar de oppervlakte komen. Want Venus houdt eigenlijk wel van elegantie en perfectie en van fijne zaken. Dus het kan zijn dat je je relatie wil te veel gaan perfectioneren. Kan ook. Kan ook zijn voor degene die net in een relatie gaan of single zijn. Of zelfs mensen die in een relatie zijn al lang. Dat je ergens de neiging hebt om een partner te gaan kiezen die minder goed voor jou is. En eerder uit de wens om die partner te gaan helpen. En dat je die partner ergens ziet als een soort van een project. Dus let daar gewoon mee op, zou ik zeggen. En analyseer dat eventueel eens voor jezelf. Toch zeker bij de mensen die in een moeilijkere periode gezeten hebben met hun partner. De schaduwzijde van Venus in Vis is ook te weinig grenzen zetten voor jezelf. En te liefdevol willen zijn. Dus te veel willen geven. Te veel medeleven hebben. Waardoor als het ware dat mensen kunnen over jou lopen. Dus dat je grenzen niet aangeeft. Dus het is echt wel een fijne lijn ook altijd. Het belangrijkste is altijd bij gelijk welke transit is dat er een bepaalde balans gehouden wordt. Hè. Dus opletten dat je niet te genereus ook wordt rond mensen die jou gewoon algemeen niet appreciëren. Hè. Niet te veel geven, dus terug genoeg geven en genoeg terugkrijgen. Dat is de totale ultimate balans uiteraard. Venus zal ook vragen aan ons om bepaalde zaken in onze relaties los te laten, indien ze moeten losgelaten worden. En dan gewoon te ook accepteren wat is, is. Hè? Je kunt niet alles gaan veranderen in je leven of bepaalde mensen gaan veranderen. Ik heb ook gezien op de 21ste zal Venus in een conjunct staan met Saturnus. Hoeft het niet te onthouden. Maar dat is een goed moment om je bijvoorbeeld te gaan engageren in een relatie. Wilde jij een relatie naar een hoger punt brengen, een volgend niveau brengen, is dat een goed niveau. Maar aan de andere kant ook om een creatief proces of creatief ondernemen iets te beginnen. Een passievol project bijvoorbeeld te gaan beginnen. Een zeer mooi moment vanaf de 21ste maart daarvoor. Het kan wel zijn op die dag zelf dat je wat druk ervaart, als het ware. Dat is dan door Saturnus, maar dat zal niet overdreven zijn, maar ik zeg het gewoon even erbij. De 24ste maart heb ik gezien dat er een sextile is met Jupiter. Dat is mooie energie, dat zijn gunstige energieën die heel wat optimisme met zich meebrengen. Dus start jij iets met een passievol project, dan zul jij zien dat dat vooruit zal beginnen gaan. Dan zal dat beginnen nog meer groeien, momentum ondernemen. Hè. En je zult je ook optimistisch daarover voelen, ook in je relaties bijvoorbeeld. Hè. Dan hebben we de 28ste Venus in een sextaal met Uranus. Dat is ook heel leuk om nieuwe, frisse mogelijkheden in jouw liefdesleven of op creatief vlak of op gelijk welke relatie in jouw leven naar boven te laten komen. Hè. Ik denk op vanaf de 28ste dat bepaalde frustraties in jouw leven, en dan zeker met betrekking tot relaties, eerder zullen gaan weg hebben. Dus die energie zal vlakker worden. En dan hebben we de derde, dus ik kijk nu volledig nog wanneer dat Venus in Vis staat. Hè.
De 3e van april, dat is dan net voordat we die zonsverduistering zullen hebben. Dat is een van de grootste momenten op dit jaarlijks vlak in astrologie. Maar de komende weken zal ik er zeker een uitgebreide video over doen. Maar die Venus samen met Neptunus dan op de 3e van april, dat geeft zo wat meer dromerige energie met zich mee. Dus wilde je op date gaan, heb je iemand nieuws leren kennen, ga dan maar eens op date. Heel goed het moment daarvoor, of wil je met je partner op date gaan, zeer leuk moment. Allemaal zo heel luchtige energie die er rond ons hangt dan. Wilde jij iets gerelateerd aan kunst maken of zo, een kunstproject opstarten, een heel goed moment vanaf de 3e april. Algemeen iets creatiefs ondernemen, het is allemaal een go, zeggen die planeten tegen jullie. Nu, voor jou algemeen vis heb ik gekeken en dat is dan ten eerste, ik kijk altijd voor, eerst vis in ascendant, dat zal het beste correleren. Dat is gewoon op een chart, hebben we ook eigenlijk, het eerste huis is altijd gecorreleerd met uw ascendant. Ja? Dus daar kunnen we altijd het beste naartoe kijken. Maar je kunt zeker ook voor vis in zonteken kijken of maanteken. Hè? Uw zonteken zal eerder gerelateerd zijn dan naar uw werk en uw carrière eventueel toe. Uw maanteken zal meer over uw gevoelens daar gaan. En eventueel gevoelens met uw moederkant, uw moederzijde ook ergens. Maar uw eerste huis is uw huis van jezelf. Hè? Jouw identiteit, jouw zelfwaarde ook. Dat is wie dat jij bent. Dus eigenlijk zou ik daaruit afleiden dat de periode is waarin dat jij momenteel vis, de komende 3 weken, jij zal jou heel goed voelen. Daar ben ik zeker van. Ik denk dat de periode is waarin dat je zelf zeer aantrekkelijk ook zult zijn voor vele andere mensen. Het kan zijn dat je zelf wenst als het ware een beetje te gaan heruitvinden. Iets aan je uiterlijk wenst ook te veranderen. Of eventueel wenst te vermageren of zo. Of u naar de kapper gaan iets veranderen. Een andere kleerkast in huis halen. Maar iets wenst jij te veranderen aan jezelf. Je zult dat echt wel mooi uitstralen ook. Ik heb ook opgeschreven, hè, want uw eerste huis had ook gerelateerd zijn met uw 8e huis dan. En dan denk ik geldgerelateerde zaken. Ja, hoe dat je omgaat met geld, zal ook misschien naar de oppervlakte nu komen. Dus dat kan betrekking hebben met schulden eventueel dat je moet afbetalen. Maar allemaal in een positieve zin terug. Dus ik denk dat je een keer zult kijken hoe dat je bepaalde zaken op financieel vlak regeert, als het ware, in jouw leven. Je kunt ook gewoon algemeen goed nieuws krijgen op financieel vlak. Leuke investeringen die eraan komen of interessante opportuniteiten daar. En dan heb ik nog genoteerd, als je single bent, dan is het wel een heel goede periode. Zeker omdat je er fantastisch zult uitzien en zeer aantrekkelijk zult zijn. Dan zou ik zeggen, liefste vis, ga naar buiten. Mingle, en het kan zeker zijn dat je iemand aantrekt deze tijd. Dat is zowel het astrologische luik voor jullie de komende tijd. Ik ga ook zeggen, deze week gebeurt er astrologisch ook niet veel meer. Soms heb je weken dat er van alles gebeurt en soms heb je weken dat er heel weinig gebeurt. Dus het is een mooie, vlakke, zalvende energie momenteel. Dus maak daar gebruik van. En het is in jouw teken. Dus jullie zullen dat zeker voelen. Ik spring graag over naar de tarotkaarten zelf. Ik heb mijn opstelling een klein beetje veranderd, liefste vis. Als jullie dit leuk vinden, mogen jullie mij dat altijd laten weten. Voorheen had ik de camera voor mij. En ik dacht, ik zet hem eens aan de zijkant. Dan kunnen jullie ook een deel van de kaarten meevolgen. Ik dacht, het is eens iets leuks. Ik wil ook deze opportuniteit of eventjes nemen, liefste vis, om jullie allemaal vanuit de grond van mijn hart te bedanken voor jullie. Vele steun, vele likes, vele berichtjes ook. De vele keren dat de video's ook gedeeld worden met andere mensen. Zoals ik zeg, ik apprecieer het enorm. Ik zit hier nog maar enkele maanden, hè, op YouTube. Ik ben begonnen einde november. En ik ben naar de 1000 volgers, de eerste 1000 volgers aan het gaan. Dat is fantastisch, gaat zeer snel. Het is ook mijn passie en ik kan dit enkel maar doen in samenwerking met jullie. Dus ik kan het niet doen zonder jullie. Dus het is een wisselwerking en ik wil jullie daardoor nog eens bedanken alvast. Maar goed, voor de mensen die nieuw zijn, welgekomen nogmaals. Misschien iets dat jullie nog niet weten. Ik ben tweetalig. Ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. En tijdens een lezing connecteer ik gewoon luidop in het Engels. Dus je zult mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Maar ik zal ze direct vertalen voor jullie en uiteraard ook verklaren. Hè.
Goed, ik begin altijd mijn lezing met enkele orakelkaarten. Daar komen prachtige boodschappen uit naar boven. Die leggen zo heel mooi de basis van de lezing. En daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Goed, ik heb genoeg gezegd. We beginnen eraan. Alright. Show me what I need to know, please. For Pisces. The energies for Pisces. For this Venus and Pisces, please. Anything I need to know, please? Show me what I need to know. Pisces, the collector. Thank you. Anything else? Okay, twee kaarten. Onderaan de deck, have faith in your dreams. Geloof in jouw dromen. Geef niet af, als het ware. Blijf geloven in jouw dromen. Met een waxing crescent moon. Ja, heb jij dromen? Wil jij iets vervuldigen in jouw leven? Denk je, dat zal niet lukken. Dat kan op gelijk welk vlak zijn. Kan op liefdesvlak zijn, creatief vlak. Iets voor jezelf. Geef niet op. Dat is eigenlijk wat deze kaart vraagt. En het is onderaan de dek, dat is eigenlijk uw schaduwzijde, dat is ook uw angstzijde. Het zijn zaken dat je niet weet. Dus dat is al een allereerste boodschap voor jullie. Ik vind een heel mooie kaart. Your dreams need a practical plan. Dat is een kaart dat ik niet vaak krijg. The full moon in Taurus. Ik ben even aan het denken, ja, dat zal dan rond mei zijn dat die eraan komt. Ik weet het niet van buiten. Dat is de praktische zijde die dient naar boven te komen. Hè. Kijk, als je een droom hebt, hè, en datzelfde met manifesteren bijvoorbeeld, hè, dan is het ergens de bedoeling, het is niet enkel een droom hebben en eraan denken en zeggen, oh, dit zou mooi zijn en ik zie het plaatje voor mij, maar dan moet je ook een praktisch plan hebben voor jou. Een schrift, een boek waar je letterlijk opschrijft wat de stappen zijn die je zal ondernemen om deze droom in realiteit te kunnen brengen. En vaak is daar dat sommige mensen ja, die volgende stap niet implementeren. En dat heeft dan, zoals ik zei, te maken met manifesteren, je droom tot in realiteit brengen. Hè. Dus die praktische zijde is zeker belangrijk. Hè. En de kaarten vragen dan nu om deze even onder ogen te zien. Oké. Okay. En ik heb dan ook Look at the Bigger Picture, dat is de full moon in Sagittarius. Nu, Sagittarius, dat is boogschutter. Een boogschutter staat eigenlijk zeer gekend, of zo, althans, een van de kenmerken van boogschutter die ik altijd onthoud, is dat een boogschutter zeer open-minded is. Hè? En die kijkt ook graag naar de bigger picture. Die gaat zijn boog afschieten en er ook achter gaan, als het ware. En zijn boog zijn pijl afschieten, tenminste, en erachter gaan. Waarom? Omdat hij van de wijde wereld houdt. Dus heb jij een droom en wens jij iets te realiseren en lukt bijvoorbeeld nu iets niet, dan vragen de kaarten naar jou om het van een grotere afstand of het grotere plaatje eventjes te bekijken. En daarin een praktisch plan daarvoor te gaan aanschuiven. Goed, ik neem er een tweede deck bij. Dat is alvast een mooie start. Oké, anything else for Pisces, please? Anything else for Pisces, please? Thank you. The Direction Guardian. Choose your path. Ik voel hier al een thema opkomen. Hè? Dus niet in die dromerige wereld blijven waar jij eigenlijk graag blijft, liefste vis. Want je bent super intuïtief als beeld. Maar jij kan ook dromerig zijn. Hè? Een van de zaken dat ik persoonlijk altijd correleer met jou. Hè? Super intuïtief, emotioneel. Hè? Je bent een van de grootste watertekens. Althans... maar de logische kant van jou, het is niet dat je die niet hebt hoor, je hebt die zeker, maar je gebruikt die minder graag. Ja? En ik denk dat nu het moment is dat je die wel moet meer gaan gebruiken, dat je daar een mooie balans moet maken. Zeker met die wat dromerige energie die eraan komt van Venus in vis, kan het wel zijn dat jij nog extra beladen wordt daarmee. Hè? Dus heb jij een plan, heb jij een droom, heb jij een doel? Dan vragen al de kaarten om een pad te kiezen vooruit, niet te dromerig, niet te zweverig te blijven, voor u te krijgen, structuur beginnen maken en dan als het ware implementeren. Ja? En dat is die Direction Guardian. Kijk welke richting je wenst uit te gaan. Ja? Bepaal die richting dan ook. Choose your path. Kies jouw pad, het pad dat goed is voor jou. En dan heb ik ook Medicine Mother. Honor your inner knowing.
Mooie kaart, dat is ook een kaart dat ik niet vaak krijg. The Medicine Mother. Ja, dat is zeer... Kijk, dat zijn prachtige kaarten. Dat zijn zeer shamanistische kaarten. Deze kaart staat eigenlijk voor de shamaan zelf. Een oude, wijze vrouw. Waar iedereen naartoe op raad gaat vragen, als het ware. Maar die persoon heeft dat niet uit een boekje geleerd, uiteraard. Dat is gewoon allemaal mee met haar. In haar ziel zit er enorm veel kennis. Deze kaart vraagt aan jou om die kennis van jezelf ook naar boven te laten komen. Die heb jij ook met bakken aanwezig, ja? Dus kijk eens, moet jij een bepaalde keuze maken in jouw leven? Moet jij een bepaald pad opgaan? Dan vragen de kaarten om uit jouw emoties, jouw diepste kennis naar boven te laten komen. En die zal jou gaan begeleiden. Goed, ik heb nog een volgende kaart en dat is de Shapeshifter. Transform and unveil your gifts. Ja, dat is het, hè. Die giften, die talenten die jij hebt. Die talenten die diep van binnen in jou zitten, vragen de kaarten om naar boven te laten komen. Die zullen jou gaan begeleiden. En daardoor zul jij ook als het ware gaan transformeren. Zeker als je die begint te gebruiken. Oké? Mooi. Redelijk diep al. Maar het kan ook niet anders, dat dacht ik wel. Oké, ik heb nog 2 orakeldeks dat ik wens te gebruiken voor we overgaan. Oké. Show me what I need to know, please. Pisces. Any general messages, please, for Pisces? Thank you. Okay, thank you. Ja, onderaan de deck heb ik blessings. Zeer mooi. Leuk. Dat is echt wel dat er heel veel beelden op jouw pad kan komen. En gelijk waar dat jij nu kiest of doet in feite, dat jij als het ware door het universum ook ondersteund bent. En dat er heel veel weelden, gezien die bloemetjes, vogeltjes, heel veel blessings zullen uit voortkomen voor jou. Dus twijfel zeker niet. Als jij hier een beslissing ergens, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat jij een beslissing moet maken, omdat die keuzekaart hier ligt. Hè? Choose your path. Dus ik heb ook de relaxation kaart. Neem wat rust voor jezelf indien nodig. Ja? En dan niet enkel voor de televisie liggen. Deze kaart vraagt echt wel om tijd voor jezelf te nemen en eventueel met een boek. Ja? Dat we niet continu afgeleid zijn door iets. Ja? Dus, en ik denk ook zeker met die Venus nu in jouw teken dat het een zeer goede manier of periode zal zijn om wat rust te kunnen implementeren. Ja? Het is ten eerste, al de rest van de planeten staan rechtstreeks. We zeggen dat er momentum aan het opnemen is. Momentum is aan het komen. Zeker naar de eclipsen dan aan het gaan. De eerste eclips 25 maart. Tweede zonseclips. De hele grote eclips is op 8 april. En dan gaan we nog een keer een hele zware conjunction hebben. Dat is Uranus met Jupiter. Dat is de grootste transit van dit jaar. Zal op 20 april zijn. En het zal voor iedereen van ons een impact hebben. Dus ik wil je niet bang maken. Wat ik wel wil zeggen is dat je deze momenten nu moet gebruiken om nog wat rust te implementeren. De komende weken die eraan komen. Zeker nu nog als je kunt tot en met de 3e, de 3e april. Maak van die energie gebruik. En cap security hier ook. Hè. Nu die kaart alleen betekent eigenlijk dat je uit je comfortzone dient te komen. Je ziet dat hier, dat is een grot met een vurken erin. En dan kijkt die dat is heel gezellig, hè? Heel warm, heel beschut tegen de dieren dan vroeger. Hè? Je zit daar op je gemak, lekker warm, en je kunt naar de hemel kijken. Althans, een stukje hemel. Ja? Maar eigenlijk zie jij maar zoveel van de hemel. En mocht jij uit jouw grot komen, dan zal er heel veel meer zijn. Een betere, bredere blik hebben. Ga hetzelfde met look at the bigger picture. Want eigenlijk in die grot kan jij de bigger picture niet zien. Jij kan alleen maar dit kleine stukje van de wereld zien, van de hemel zien. En dan kan je ook de energieën rond je niet helemaal zien. Ja? Dus beide vragen ze eigenlijk om uit die grot te komen, als het ware. Om bepaalde zaken in jouw leven breder te gaan zien en correcter ook te gaan zien. Oké. Speciaal hoe ze hier al vallen. Oké. En dan, dat is een dek dat ik niet vaak gebruik. Ik zal ze eventjes tonen. Onlangs vroeg mij ook iemand, wat is het dek? Het is zeer mooi. Dat is het kruidenorakeldek van het kruidenhuisje. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn in orakeldeks. Het is een mooi dek. Er staan veel boodschappen op. Alright, show me what else I need to know. The Pisces, please. For the collective. Thank you.
altijd leuk als ze op de grond vallen. Ik heb de sleedoorn. Ik help je een moeilijke tijd door te komen. Het leven gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar weet dat een hobbel in de weg soms noodzakelijk is om verder te komen op je levenspad. Zet door, hou vol en betere tijden zullen komen. Nu, voor mij is dit een teken, dat is voor de vissen die het de vorige maand wat moeilijk hebben gehad. Eventueel op liefdesvlak, eventueel op creatief vlak. Of eventueel in een bepaalde relatie in je leven geweest of aanwezig met iemand. Dus ik denk, zoals ik zei, Venus in Waterman kan wel hobbelig geweest zijn voor bepaalde mensen. Weet dat je daar nu uitkomt en de kaart vraagt om te blijven volhouden. En dat je er ook vanuit kunt leren, als het ware. Ja? Dus dat is die bigger picture. Hè? Het niet zien als in één moment, er zal niks veranderen. Nee, het is breder. Die energieën veranderen constant. Er zijn constant nieuwe transits die nieuwe opportuniteiten aan ons geven. Het is aan ons om ze eigenlijk vast te nemen. Dat is ook de reden waarom ik altijd wat astrologische uitleg vooraf geef. Omdat die energieën er zijn, hè. En ik vind het fantastisch persoonlijk zelf in mijn eigen leven om met die energieën bewust te kunnen samenwerken. Dat heet dan ook bewust ergens leven. En dat kun je veel meer implementeren in jouw leven. Ik heb ook de honingklaver. Ik help je om uit je hoofd te geraken. Kom uit je hoofd, daar zit je veel te veel. Volg je zintuigen, je intuïtie en je hart. Geef je over aan het ritme van de natuur en je zal inspiratie en nieuw geluk vinden. Ik denk dat ik die kaart voor Waterman ook had. Ik herinner mij daar iets van. Ja, het kan zijn dat je bepaalde perioden in je hoofd gezeten hebt. Dus de kaarten vragen echt wel om eruit te komen. Hè? Geef je over aan het ritme van de natuur en je zal inspiratie en geluk vinden. Is gaan wandelen eventueel ook uit die grot te komen. Hè? De natuur in te gaan, waar relaxatie te gaan opzoeken, zijn allemaal mooie aspecten, denk ik dan. Goed, we gaan over naar de kaarten zelf. Ik neem algemene boodschappen, het zijn jumperskaarten die eruit vliegen. Ik zal ze tonen aan jullie en dan verklaar ik ze nogmaals met het tweede deck. Alright, here we go. Show me what we need to know, please, for the Collective of Pisces for the next few weeks. Thank you. Collective of Pisces, please, for the next few weeks. Thank you. Okay. Dat is speciaal, dat gebeurt nooit. One more. The Pisces, please, for the collective. Ja, drie tezamen eruit gevallen. Dan zal het wel een reden hebben, hè. Die was omgekeerd, dus ik ga hem omgekeerd laten liggen en niet draaien. Oké. Okay. We gaan ze eventjes allemaal mooi leggen. Kijken waar ze vallen. Oké, liefste vissen. Ik heb de Five of Wands. Dus het kan wel zijn dat er hier een conflict is geweest. Hè? Competitie is geweest onder uw collega's, mensen, iemand rond jou. Dat is echt wel op creatief vlak eventueel dat je het ook moeilijk hebt gehad. Wilde jij iets realiseren? Dat er energie was die je tegenhield als het ware. Dat je het helemaal niet zag hoe dat je het moest doen. Een energie die niet volledig vooruit ging. Ja? Dus het kan op verschillende vlakken zijn. Het kan op creatief vlak zijn, het kan in een relatie geweest zijn. Dat je wat moeite hebt gehad, wat struggle hebt gehad. Het is een kaart die aantoont, dat is een energie die over zal gaan. Hè? En het ligt onder de kaart van look at the bigger picture. Dus eigenlijk wordt er gevraagd om daar niet in het midden in te staan, in feite, om jezelf eruit te verwijderen en daardoor het grotere plaatje als het ware te kunnen zien. Ja? Jij kan wel iets realiseren, niks kan je tegenhouden, je dient gewoon de zaken eens te veranderen. Ja, als... Ik heb de Knight of Pentacles en ik lach, want dat is de Knight van stap voor stap vooruit gaan op een praktische manier. Ik hou van deze Knight. Dat is mijn lievelingsknight. De andere Knights zijn zeer vluchtig en vooruitgaande. Die is zeer berekend. Hè. Die zet zo een plan voor zich en die zegt, wat gaan we doen? We gaan nu stap 1 zetten, dan gaan we stap 2 zetten. En zo zullen we iets implementeren in het leven. Nu, niks voor niks met kaarten. Deze ligt dus onder Your dreams need a practical plan.
Dus, en als deze er dan nog eens onder komt, je dromen hebben een praktisch plan nodig, dan is het heel duidelijk. Hè? Dus jij dient stap voor stap iets te ondernemen als jij een droom of een plan hebt voor jou. Dus ik zeg altijd, als ik die kaart krijg, Rome is niet in één dag gebouwd. En de basis, de fundering moeten eerst gebouwd worden voordat je het volledige huis erop kunt zetten. Dus dat is van belang. En hoe doe je dat meestal? Is door letterlijk een plan te maken en op te schrijven. Hè? En lukt er iets niet? Oké, dan ga ik een stapje achteruit zetten en eens bekijken voor mezelf hoe ik het wel kan dragen, zodanig dat het wel zal lukken. En dus niet opgeven. Dat is hier al de boodschap. Ik heb ook Choose Your Path. En dan heb ik de Seven of Wands eronder. Die kaart vraagt ook om niet op te geven. Dus blijf vooruit te gaan. Zelfs al zijn de periode nu misschien... Heb jij iets in je leven dat niet helemaal duidelijk is of zo? Moet jij een pad kiezen? Moet jij naar een beslissing maken? Vind jij dat moeilijk? Dan vragen de kaarten om echt niet op te geven. En de Seven of Wands is ook een creatieve. Het zijn Wands-kaarten. Dus dat ook terug op creatief vlak. Hè. En ik denk zeker dat ik tegen bepaalde vissen aan het spreken ben die eventueel iets nieuws wensen te starten. Hè. Dus blijf ook volhouden. Is het de vis, ben jij iemand die het lastig gehad hebt in jouw relatie? Dan vragen de kaarten nu momenteel om daar een keuze in te maken en er dan ook bij te blijven en niet op te geven, eens die keuze gemaakt is. Oké. Eerst een slokje water nemen. Alright, ik heb de King of Wands ook. Dus dat is mooi, hè? Jij komt eigenlijk van de Knight hier naar de King. Een King of Wands is zeer geïnspireerd, zeer gepassioneerd, super creatieve koning, hè? Die echt achter zijn doel achtergaat. En dat is die energie die binnenin jou zit. Hè? Die ligt onder die kaart. Honor your inner knowing. Ja? Dus, wat is het Vlaamse woord voor honor? Het is niet heel correct hoor, wat ik zeg, maar het gaat over wees daar lief voor jouw innerlijke kennis. Hè? Bejubel dit als het ware. Kom daarmee naar buiten. Hè? Het heeft enorm veel waarde ook, jouw innerlijke kennis. En jouw innerlijke creativiteit. En jouw innerlijke passie. Die is gigantisch aanwezig. Ja? Liefste vis, zeker bij jou. Die intuïtie ook. Dus laat die naar buiten komen. Hè? En dat zal je ook verder begeleiden. En ook zelfs transformeren. Hè? Je hebt toch enorm veel giften. Want die koning, hè, die zit bakkenvol met creatieve giften, als het ware. Maar je moet ze gewoon gebruiken. En implementeren op praktische wijze in jouw leven. Dan heb ik de Two of Pentacles. Zie, dat is iemand die verschillende zaken, twee balkjes omhoog aan het houden is en aan het jongleren is, als het ware. Die met verschillende zaken bezig is. Nu, dat kan vermoeiend worden na verloop van tijd. Het ligt onder de kaart van relaxation. Dus voor mij heeft het aan, eventueel zijn er vissen die naar een burning out aan het gaan zijn. Ben jij moe aan het worden omdat jij verschillende zaken in het leven, verschillende balkjes in het leven, omhoog wenst te houden? Hè? We hebben het allemaal zeer druk in ons leven. Hè? We moeten werken, de kinderen in orde, ons huishouden, vrienden, dit, dat, partner. Er wordt enorm veel van ons verwacht uiteindelijk. Dus het kan zijn dat je verschillende zaken aan het combineren bent en dat het wat zwaar aan het worden is. Zeker onder de relaxatiekaart. Dus ik denk dat je daarbij een keer naar jezelf moet kijken waar dat je wat pauze kunt implementeren. Indien dat nodig is voor jou. Hè. Dus ik had de King of Pentacles die omgekeerd gevallen was. En dat is dus je eigen die, ik denk dat je eigen daar tegenhoudt. Je hebt de mogelijkheid om alles aan te trekken, zeker op financieel vlak, maar op gelijk welk vlak. Emotioneel vlak, in combinatie met financieel vlak. Zo ver als gewenst. Hè. Niks is groot. Hè. Think big. Denk groot als het ware. Maar hier omdat hij omgekeerd valt, hè, dat is deze kaart. En die ligt onder de security kaart. Voor mij toont het aan dat je zelf, your worst own critic ben jij. Dus jij staat enkel maar in je eigen weg. Door eventueel niet uit jouw comfortzone te komen. Hè? Want als jij dit rechtop wenst te realiseren, die mooie, stabiele energie, huisje, tuintje, boompje, dat is een doel. Hè? Voor iedereen is dit anders, dat zal voor iedereen anders uitzien. Maar als je dit wenst te komen, moet je daar ook in geloven. Want anders zal dat nooit niet op jouw pad komen. En omgekeerd toont dat je er niet 100% in gelooft.
En dat je als het ware uit je comfortzone moet komen en dat je eigenlijk je eigen tegenhoudt. Denk ik dan toch althans. Dat lees ik hieruit. En dan heb ik een pracht van de kaarten mee in een grote arcana. Dat is ook de eerste, enigste grote arcana in deze spread. Is de Wheel of Fortune. Dus weet dat, dat is, in het Vlaams is het Rad van Fortuin. The wheel spins in your favor. Dus het rad hier, het Wheel of Fortune, draait in jouw positieve zin van het leven. Dat is het universum, als het ware, die jou ondersteunt. De Wheel of Fortune toont ook aan dat er een karmische cirkel, als het ware, aan het voltooien is. En dat er een nieuwe karmische cirkel voor jou begint. Dus dat kan op gelijk welk vlak zijn, kan op relatievlak zijn, kan op emotioneel vlak zijn, kan op creatief vlak zijn, kan op werkgebied zijn. Maar algemeen is dat een cirkel in het leven die afgerond is en een nieuwe cyclus als het ware begint voor jou. Dus het kan ook zijn mentaal, hè, want dat ligt hier onder die kaarten, hè. Herinner je nog? Ik help je door een moeilijke periode doorkomen en uit jouw hoofd te geraken, daaronder ligt die kaart. Dan kan het zijn dat je een moeilijke periode hebt gehad, waardoor dat jij daar nu echt wel zit uitkomen. Dan toont deze kaart voor mij heel duidelijk aan dat het einde van een cyclus is. En astrologisch, in alle eerlijkheid, hebben de volgende 3 weken alleen maar bliss voor jullie. Oké? Goed, we gaan de kaarten verklaren. Oké. Show me the five of wands, please. Clarify that five of wands. Clarify the five of wands, please. Ace of Pentacles, ja, oké. Ben jij iets aan het implementeren, liefste vis, eventueel op creatief vlak? En wenste jij daar iets te veranderen en op je carrièregebied als het ware? Want dat is hetgeen dat ik hier nu binnenkrijg. Is dat er nieuwe opportuniteiten zijn voor jou? Desondanks die Five of Wands, hè. Dus die kaart eigenlijk, waar dat er eventueel competitie kan zijn of niet. Look at the bigger picture. Als je ene keer als je naar het grotere beeld zult kijken, dan trekt jij enorm veel mogelijkheden aan. Zeker op financieel gebied, een nieuw avontuur zelfs dat je zult aantrekken. Als het ware ook een manifestatie, maar niet als je in die energie blijft zitten. Dus die shift in die mindset moet wel gebeuren. Je moet uit je hoofd komen. Hè? Je moet echt wel naar het bredere plaatje gaan kijken. En dan kun je hebben de Ace of Pentacles. Toont voor mij aan dat er enorm veel potentieel voor jou ligt. Maar bepaalde mindshift, indien dit jouw plan is, hè? Dient te veranderen. Oké. Shall we the Knight of Pentacles, please? Clarify that Knight of Pentacles. Ja, ik heb de Hermit. Als je wat introspectie doet, als je wat tijd voor jezelf kunt nemen, dan ga je ook meer tijd hebben om een bepaald praktisch plan eerst in je hoofd te zien en dan ook eens te kunnen opschrijven voor jouzelf. Maar die relaxatietijd die hier bijna in het midden van jouw reading ligt, is super belangrijk. Want ik heb de Hermit kaart getrokken. Die Hermit kaart op de Knight of Pentacles. De Knight of Pentacles, herinner nog dat ik zei stap voor stap iets implementeren op een praktische manier. Ja. De beste manier om dit te doen voor jou, liefste vis, zal zijn om je eventjes terug te trekken, om aan introspectie te doen. Dus als je het momenteel niet ziet, als jij niet weet hoe je dit moet doen, door tijd voor jezelf te nemen, zullen de antwoorden naar buiten komen. Het lichtje van binnen, die inner knowing, zoals ik zei, die kaart, die mother medicine, die inner knowing zal naar buiten komen. Ook de hermit, hè. Deze kaart, dat is een hele oude, wijze man. En in zijn lantaarn voor hem belicht als het ware de weg in donkere tijden. Maar dat is eigenlijk zijn innerste ziel die hem begeleidt. Ja? Dus zijn ziel als het ware is het lichtje in de lantaarn. Zal hem het pad kiezen en de weg voor hem begeleiden als het ware. Dus alles bij jou komt vanuit het binnenste. Die jij dient aan te spreken en naar buiten te laten komen. En dat zal jou verder doen implementeren. Verdere stappen doen kunnen ondernemen. En een praktisch plan om jouw droom te doen waarkomen naar boven. Brengen. Oké. Okay. Seven of Wands, please clarify. En de Two of Cups. Ja. Yeah. Ik
Kijk, de Two of Cups is een relatie, is een partnership. Hè? Dat is liefde, dat is, niet, dat is liefde voor iemand anders. Hè? Dat kan dus letterlijk jouw huidige relatie zijn. Het is ook liefde voor jezelf hebben en niet opgeven. Dus dat is een kaart die toont dat er een enorme zware connectie is. Eén, met iemand anders, maar aan de andere kant ook met jouzelf. Dus heb jij een relatie, heb je het moeilijk gehad, vragen de kaarten om een keuze te maken voor jouzelf te kiezen. Er is enorm veel mooie potentiële energie momenteel rond jou. En daarin niet op te geven. En dan is het voor iedereen anders. Hè. Is het de keuze maken van, kijk, ik laat de relatie, ik laat hem daar. Hè, en ik kies voor mezelf, voor de liefde voor mezelf. En ik geef niet op, omdat ik eigenlijk mezelf graag zie. Prachtig. Kies jij voor de andere kant bijvoorbeeld. Is het voor een relatie, ik wil erbij blijven, omdat ik geloof in die relatie. Prachtig ook, maar kies een pad. Oké? Okay? Het zal belangrijk zijn. En geef niet op daarin. Hè. Heel wat mooie positieve energie die daar rond zit. King of Wands, kies klaar voor de King of Wands. Als dit in tarot gebeurt, dan weten we al wat dit wil zeggen. Hè? Als je dezelfde kaart op dezelfde kaart krijgt, terug de King of Wands. Op de King of Wands. Ja, dat doet mij aan dat jij echt wel ja, van nature uit echt wel enorm veel potentieel in jou hebt, liefste vis. Je dient die gewoon naar boven te brengen als je dat nog niet doet. So, dream big. Ga maar. De King of Wands is echt een entrepreneur, een ondernemer in het Vlaams, in het Nederlands. Die geeft ook niet op. Die blijft gaan. Die gaat over de zee zelf en terug. Elke moeilijkheid of moeilijkheden in zijn leven kan die overkomen, die geeft gewoon niet op. Ik heb die twee kaarten al van niet opgeven ook. Dubbele confirmatie hier nu nog eens. Ik zeg dat is die zeer, zeer vurige energie hè, die vooruit blijft te gaan. Hè. Zeer carrière gefocust ook wel. Hè. Liefste vis. Kan het zijn dat je misschien een nieuw pad kiest in je carrière? Als ik dat hier nu even binnenvoel, choose your path. Ambitieus, vooruit willen gaan. Ja, ook de bigger picture is hier aanwezig. Hè? Die King of Wands, dat is iemand die echt naar de bigger picture kijkt in het leven. Hè? Want anders kan jij geen ondernemer zijn. Dus ook dit correleert hier terug. Two Pentacles, please. Klaar, paard? Two Pentacles, thank you. De strength kaart, ja, ja. Ja. Uw focus zal toch moeten... Je zal toch zeer duidelijk moeten zijn met jouw focus, hè. Dus op die Two of Pentacles, verschillende zaken ook eventueel ook kiezen. Welke een van die twee pentakelen wens je voor te gaan, maar ga ze niet blijven alle twee in de lucht houden. In rust zul je antwoorden krijgen en uw focus dient daarop te zitten. Je zult echt, ja... Dat zo, de strengthkaart is dat jij in jouw kracht komt. Hè? Door tijd te nemen voor jouzelf. Maar dat is een innerlijke kracht die naar boven komt. Dat is een innerlijke kracht ook. Die toont aan mij dat jij veel meer kan dan dat jij denkt. Oké. Okay. King of Pentacles in reverse, please. Clarify King of Pentacles in reverse. Ik heb de Five of Swords. Ja, zoals, ik ga daar niet verder over uitweiden, zoals ik zei. Ik denk dat er hier een vis is die zichzelf gewoon een beetje zelf tegenhoudt. Door zaken in het verleden, door bepaalde conflicten die je gehad hebt in het verleden, kan jij een mindset, kan jou ergens blokkeren en tegenhouden. Weet astrologisch dan blokkages nu zullen opgelift worden, zoals ik al zei. Hè? Wheel of Fortune, last card, please clarify that Wheel of Fortune. Eight of Swords, oké. Okay. Give me one more, please. Waar is Eight of Swords hier? Van de Wheel of Fortune. Fuck. Oh, wow. Ja, ook daar, hè. Ik heb dus wel negatieve... Give me one more, please. Waar is de Four of Cups hier? Oké. Duidelijk. Laatste kaarten, hè. Ik zal ze eventjes allemaal bijnemen. Wheel of Fortune, einde van een cyclus. Maar, er is een maar, liefste vis. En daarom heb ik verschillende kaarten getrokken.
Er zitten negatieve gedachten rond jou, volgens mij. En ik heb het hier ook al, je had die kaart, ik help je om uit je hoofd te komen. Hè. Dat is in je hoofd zitten, de Eight of Swords. Dat is vastzitten in jouw hoofd ergens. En het einde van een cyclus of een nieuwe cyclus niet voor jou zien. Ja? Maar dat is een zelfbelemmering. Jij kan, ja, die persoon zit eigenlijk niet vast, hoor. Ze denkt of hij denkt dat die vastzit. Hier ook, hè, Four of Cups. Dat is de emotionele beker die jou wordt aangereikt. Is dat je het gewoon niet ziet momenteel. Dat is een beetje gedisconnecteerde energie, als het ware. De raad hier ook terug zal zijn, u eventjes terugtrekken en te mediteren en te contempleren. Maar weet, het heeft allemaal te maken met iets die moet afgerond worden bij jullie. Ik heb de wildkaart ook nog eens. Dus sowieso, een einde van een hoofdstuk komt eraan en een nieuw hoofdstuk bij jullie begint, sowieso. Dus een einde van een moeilijke cyclus wellicht ook wel. Een moeilijke maand eventueel wel. Kan wel aan bod zijn, kan nu wel komen. Maar ik ga nu al meegeven dat dit stopt. Dat is een zeer positieve kaart, zeer positief geladen. En leidt naar de toekomst toe. Een toekomst waarin alles terug mogelijk is. Het kan ook zelfs zijn dat jij op reis zult gaan met de wildkaart hier ook nog eens. Als je dit kunt, zal dat u zelfs wat bredere energie ook geven. Zeker ook met look at the bigger picture. Het zal u zeer veel voldoening ook geven. Maar weet gelijk wat er nu nog in jouw hoofdje eventueel aan het draaien is, van het verleden eventueel, dat dit over zal gaan. Maar jij belemmert jezelf ergens wel. Maar positieve zaken staan gewoon om de hoek. Ik denk dat gewoon je mindset even moet aanpassen. Indien dit jouw verhaal is. Het is een lange video, liefste vis. Ik probeer ze altijd niet langer dan 40 minuten te maken. Maar kijk, we zitten er ietsje over. Ik hoop dat bepaalde boodschappen voor jullie alvast resoneerden. Zo ja, dan mag jij zeker op de like-button klikken. Ook eventueel abonneren indien je de reading leuk vond. Ook op het belletje klikken als je wenst. Dan ga je zeker nieuwe video's kunnen meepikken alvast. Voor nu zou ik nog zeggen, maak er een fantastische week van. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dag liefste vis.